Ik sta hier naast Mark Hilgsom, voorzitter van de IJsclub. Een jubileum hoor ik, vertel eens. Ja, nou het is precies ook 125 jaar geleden, 1893 op 13 januari, dat was IJsclub zijn opgericht. En vandaag groot feest om het 125-jarig bestaan te vieren. De oprichting dateert van 1893. Het jaar waarin de Telegraaf voor het eerst werd uitgegeven. En ook het jaar waarin de frisdrank en het merk Coca-Cola werden gepresenteerd. Op 11 januari van dat jaar was er een jongeman, Jaap Eden, die op het Paterswoldse meer op de schaats een wereldrecord reed op de 1500 meter. Zijn tijd 2 minuten en 35 seconden. Nou, we beginnen met een officieel buffet met de burgemeester, de clubs, de gewest, districten, ijsclubs uit de omgeving, onze ereleden en het bestuur. En later op de avond gaan we de feestzaal in en dan gaan we een lekker feestje houden. Zowel tijdens het feestje als tijdens het buffet wordt er een film vertoond over het 125-jarig bestaan van de IJsclub. Daar wordt alles eigenlijk in laten zien wat we de afgelopen 125 jaar gedaan hebben. Ja. Er komt een special guest vanavond. Er komt de blaaskapel en een DJ-feest. Dus het wordt echt een leuke avond. Ben je lang voorzitter? Nee, dit is mijn tweede jaar. Ik ben vorig jaar tijdens de jaarvergadering voorzitter geworden. Tom de Haas opgevolgd. En dus mijn tweede jaar, dus ik val met mijn neus in de boter. Ja, ik zit hier naast Frans Oliehoek. Hij is ontzettend betrokken bij de IJsclubvereniging. Hij is ook 9 jaar lid geweest als voorzitter, zeg maar, als dienst. Frans, ik heb gehoord dat jij een prachtige film hebt gemaakt. Vertel, hoe kwam dat zo? Dat is gewoon zo dat ik dacht van mij, ja, als je 125 jaar bestaat, dan moet er sowieso eens een keer een beeld zijn over hoe een vereniging is en wat het betekent. Zeker als je je naam Nut en Vermaak draagt. Hoe gaat dat dan zijn werk? Hoe groeit zoiets? Ik heb een hoop beelden opgehaald uit Stompwijk, Oud-Stompwijk. Maar ik had sowieso een heel groot archief. Ik ben in de leeftijd van dat de video ontstond en dat de videoband ontstond en dat men zelf ging filmen. En daardoor heb je ook op een gegeven moment een onwijs archief waarmee je dan aan de slag gaat. En ik heb natuurlijk ook een zoon die het ook leuk vond. En die heeft me daar ook aardig mee geholpen. Volgens mij is het een enorm historisch filmpje geworden. Ja, ik was verbaasd dat zelfs het gewest en de KNSB vinden dat wij een soort voorbeeld zijn voor andere verenigingen. En compliment dat, toch? Ja, dat is een heel erg groot compliment. En dat is alleen maar door gewoon zo te zijn. Zoals je hoort te zijn in een vereniging. Gewoon met elkaar leuke dingen doen. Gewoon nuttig bezig zijn en je vermaken. Nuttig bezig zijn en je eigen onwijs vermaken. Dat zo is het. Ja, dames en heren, wat fantastisch als je zo je feest begint om een terugblik te hebben op 125 jaar. Wat fantastisch dat je dan ziet hoe de sport zich ontwikkelt, hoe de vereniging zich ontwikkelt en hoe Stompwijk zich ontwikkelt. Ja, 125 jaar geleden, er wordt een wedstrijd georganiseerd. En wie verzint het dan om dan een vereniging op te richten? Nou, die mensen hebben vast niet bedacht, nou over 125 jaar bestaan we nog. Maar het is de gemeenschapszin ook hier in Stompwijk die ervoor zorgt dat deze vereniging 125 jaar oud, nee, jong is. En ik heb met veel plezier gekeken naar deze film die veel vertelt over de vereniging. En wat mij daar zo ontzettend in aanspreekt is dat je als vereniging, gedragen vanuit het dorp, Stompwijk, maar vooral ook samen met anderen, niet alleen bent voor de wedstrijdsport, voor het trainen en de sport aan zich, maar ook zorgt dat je als vereniging het voor de leden een plezierige vereniging hebt. Meer dingen doet dan alleen maar schaatsen, dan alleen maar trainen. Ja, ik wilde niet met lege handen komen. Ik wilde graag een duit in het zakje doen voor de volgende jubileum. Dus over 25 jaar kun je alvast wat sparen. Ik dacht, laten we gewoon zorgen dat we per jaar een leuk bedragje aan de vereniging meegeven. Dus ik wilde jou een share gaan overhandigen. Alsjeblieft. En ik wens jullie een hele goede toekomst toe met deze mooie vereniging in Stompwijk.
wordt je visitekaart van onze vereniging. Nogmaals, we staan echt voor brede sport. Zoveel mogelijk mensen laten bewegen. Niet alleen met schaatsen. Ik heb net ooit verteld over de vierkamp. Het fietsen, het wandelen, het polkencross. Maar dit is het uithangbord van de club. We hebben voor jullie een kleinigheidje. Erik Hulsebos! Hey! Oké, Erik. Welkom in Stompwijk. Ja, zeg dat wel. 200 kilometer. Oké, goed. Goed dat je er bent. Hey, ik heb hier een aantal speltjes. Zou jij dat willen onderscheiden? Ben je een beetje bekend met Stompwijk of die jongens die schaatsen? Nee. Nee, ja, ik weet dat 125 jaar bestaan is. Ja. Dus dat vond ik wel zo uniek. Ik denk, nou, laat ik de kant maar zo baan rijden. Ja, want je hebt bijna een Elfstedentocht toch gereden, begreep ik, qua afstand? Ja, het is 200 kilometer vanaf mijn woning, ja. Ja. Ik ken wat mensen en ze vroegen van als ik dan deze kant de baan wil komen, omdat er een jubileum was. Ik zei, nou, dat doe ik. Ja. Zo moet je het ook zien. Ja. Ook niet moeilijker. Maar dat is ook gewoon een beetje toch om die schaatsport warm te houden. Ja, nou ja, dat is toch mooi. Kijk, zo'n vereniging die doet er echt wat aan om er echt wat van te maken op zijn naam. Nou ja, en ik ga straks even vertellen wat ik allemaal meegemaakt heb in het topsport. En wat allemaal goed is gegaan en niet. En hoe dat werkt. En als je dan kampioen van Nederland wordt, wat er dan gebeurt met de media. Dat vertel ik dan op mijn eigen manier. Okay. Ja. En zien je ook nog wel eens? Nou, bijna niet meer. Nee. En vanavond? Ja, nou, ze vroegen dan net. Ik zei, nou, ik zal wel eens even zien als ik nog wat... Als ik nog wat in het vat heb. Ja, joh. Ja, even, ja, we kijken wel. Ja. Ze kunnen hier wel feesten, dat weet ik wel. De sfeer is ernaar, dus... Ze kunnen hier wel feesten, ja. Dat klopt. Ja. Nou, dat is toch mooi. Ja, ik ben 47 nu. Ik ben gestopt toen ik 40 was. Ik ben begonnen toen ik 14 was. Ja. Dus vanaf mijn 14 tot mijn 40ste. Ja. Heb ik alles op alles gezet. Echt alles op alles. Ja. Dat is toch geweldig? Ja. Maar daar ben je mooi klaar mee nou. Dat is ook maar weer geweldig hoor, dat je er klaar mee bent. Elke keer als ik haar zie, dan slaat mijn hart weer over. Elke dag komt zij voorbij en zie ik haar weer lopen. Met z'n haren in de wind en laat ze weer naar mij. Ik hoop dat zij hetzelfde voelt, zij me staat. Ik durf haast niet te vragen of ze met me uit wil gaan. Ik wil je roggen op en lach naar ieder man. Die het ondermelden, waardoor het lach niet kan. Ik kom op! Als de nacht ik de roggen hier, ik je naam weer hoor bij het brandschijn. Mannen, vader is blond, we zoenen op je mond, mannen, vader, je